aantal jaren geleden kregen wij de vraag en de opmerking van de bedrijven hier in deze regio. Als wij een student die net is afgestudeerd van de middenkaderopleiding, als wij die in dienst willen nemen, dan moeten wij eigenlijk nog zoveel tijd en energie stoppen om hem op een bepaald niveau te krijgen. Het niveau in ieder geval wat wij vragen van mensen, dat is eigenlijk doodzonde. In antwoord op de vraag die de bedrijven ons gesteld hebben, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we veel meer praktijk in de opleiding moesten stoppen. En daarnaast ook nog dat we onze studenten eigenlijk een stukje bagage mee moesten geven van wat wordt er nou van jou verwacht straks als werknemer. We zijn begonnen om vanaf dag 1 de leerlingen en studenten te behandelen als werknemer. Dat betekent dat ze bij ons van 8 uur 's ochtends tot 4:30 's middags op school zitten, 5 dagen in de week. In die werkweek die wij ze in de eerste 2 jaar aanbieden, hebben we het programma eigenlijk in 2 jaar geknipt. Er zit een vol theorieprogramma, dat wordt door Da Vinci College wordt dat verzorgd. En we hebben een praktijkprogramma en dat wordt door bouwmensen, bouwinframensen moet ik eigenlijk zeggen, gegeven. En dat vindt voornamelijk plaats bij ons in de werkplaats. We hebben een aantal instructeurs die jongens mee op sleeptouw nemen om ze ook de fijne kneepjes in de praktijk bij te brengen. Maar ook letten wij heel nadrukkelijk op de vaardigheden die van jou als student verwacht worden en straks als werknemer in de bedrijven. Na 2 jaar in de BOL-opleiding gezeten te hebben, de beroepsopleidende leerweg, stappen ze over naar de BBL, de beroepsbegeleidende leerweg. Dat betekent dat ze 4 dagen in de week gaan werken en 1 dag in de week naar school gaan. De student komt in dienst bij bouwinframensen op basis van een leerwerkovereenkomst en ik ga samen met hem of haar op zoek naar een goed leerbedrijf. En gelukkig zijn er genoeg bedrijven waar we mee samenwerken die het mogelijk maken om een goede match te maken tussen student en bedrijven. In 2015 zijn we gestart met deze opleiding, dus afgelopen schooljaar 2019 is de eerste lichting afgestudeerd. 80% is doorgestroomd naar het HBO. En eigenlijk bijna iedereen kon en mocht blijven bij het bedrijf waar hij op dat moment werkzaam was. Als ik kijk naar wat zij zijn gaan doen bij de bedrijven, want dat is even terugpakken op het doel van de opleiding, is dat we die gap wilden verkleinen. Is dat ze nu ook daadwerkelijk gewoon direct inzetbaar zijn voor de functie waar zij op afgestudeerd zijn. Dus wat ik merk bij de bedrijven is dat ze komen 2 jaar bij het bedrijf en eigenlijk na 1 jaar vindt er een geweldige omslag plaats en gaan ze in het laatste jaar echt gewoon die verdiepingsslag maken. Dan merk ik dat ze over het algemeen heel tevreden zijn over de vakinhoudelijke kennis en ook over de werknemerscompetenties, dus hun gedrag binnen het bedrijf. Waar ze nog wel in kunnen verbeteren is een stukje communicatie. E-mailverkeer, telefoonverkeer, gesprekstechnieken, dat soort zaken. Nou, we hebben dan ook voor gekozen om volgend jaar daar ook wat meer inzet op te gaan plegen. En dat betekent dat we ook die kant van hun ontwikkeling gaan belichten. In het eerste jaar zijn we gestart met 20 studenten. Elk jaar zijn we gegroeid. En dit jaar, 2019, zijn we met ruim 50 bouw- en infrastudenten van start gegaan. Met heel veel plezier, inzet en betrokkenheid leiden wij jongeren in de bouw- en infrasector op voor niveau 2, 3 en 4. Dit doen we voor de hele regio, Alblasserwaard, Vijf Herenlanden, Drechtsteden en Hoekselwaard. Ben je geïnteresseerd geraakt in wat wij doen en wat we voor jou kunnen betekenen? Neem gewoon contact met mij op. Dan maken we een afspraak en drinken we een bak koffie. En dan kun je al je vragen stellen die je wilt. En dan hoop ik je gewoon te zien.